Wij staan vandaag hier met Cindy Slory. Zij is administratieve kracht bij de Paramaribo Zoo. En met haar gaan we het hebben over de gang van zaken bij de Paramaribo Zoo. Wat is de situatie nu bij de Paramaribo Zoo? Hoe heeft het de corona-pandemie overleefd? Nou, de dierentuin heeft een hele moeilijke periode achter de rug. Nou, we zitten nog steeds eigenlijk in een moeilijke periode, maar wanneer ik zeg achter de rug, dan zijn we in elk geval niet gesloten. De Paramaribo Zoo heeft het moeilijk gehad. We waren de hele tijd gesloten en zonder inkomsten van bezoekers zou je in principe de tuin niet open kunnen houden. En aangezien we geen mensen konden accommoderen, waren we genoodzaakt de tuin te sluiten. Het was alleen open voor de dieren, voor de mensen die hier werken om de dieren te kunnen verzorgen. Financieel staat de tuin niet sterk. Ja, we hebben het financieel gedeelte nodig, om de tuin draaiende te kunnen houden. Je moet personeel uitbetalen, je moet diervoeding kopen. Dus de Paramaribo Zoo, dit is gewoon, het moet er zijn. Want door al die total lockdowns heen, zijn we toch nog open om bezoekers nu even de gelegenheid te geven om onze bewoners te bezoeken. En hoe zit het met het personeel? Moest de Paramaribo overgaan tot het ontslag geven van personeel of zo? Hoe heeft de Paramaribo zo daaromtrend gedaan? Gelukkig zijn we niet zo ver gekomen of niet zo ver gedaald dat we mensen ontslag zouden moeten geven. De meeste mensen die hier werken, kan je zeggen dat ze hun werk doen uit liefde. Toch? Andere mensen willen wel opgeven, maar door praten en motivatie, mensen uitleggen wat de situatie is, dat ze het nieuws moeten volgen binnen en buitenland. Zodat ze zelfs op de hoogte zijn van wat er allemaal kan gebeuren. Maar dat er mensen weg zijn gegaan, niet. We hebben sowieso niet te veel personeel. We moeten meer mensen hebben. Maar als je mensen wilt aannemen bij de zoo, moet je ze kunnen betalen. Dus het is nu echt passen en meten, zodat je de mensen toch kan houden om te blijven werken in de zoo. En lukt het met het verzorgen van de dieren en de tuin zelf? Nee. Er is een groep van openbaar groen die hier komt harken. Ik heb ze hele tijd niet gezien. Dus de tuin ziet er niet zo goed uit zoals het zou moeten. Maar we halen daar wel mensen van buiten. Of het personeel helpt ook zelfs om te harken, te schoffelen. Hier en dan wat verrotte takken van de bomen te halen. Dus wat we hier doen in de zoo is echt elkaar helpen. Dat de zoo niet vergaat, zeg maar. Toch? Iedereen levert op zijn of haar manier een bijdrage. Diervoeding. Gelukkig heb je nog wat Surinamers die hun hart voor de dieren op de juiste plek hebben. Dus hebben we wat mensen gehad die diervoeding hebben gebracht. Zo hebben we de dieren, zeg maar, kunnen voeden. Maar niets is te veel qua voeding in de dierentuin. Wat men wel moet weten is dat als ze diervoeding brengen, dat het wel goed is. Dan gaat het om fruit, om vlees. Want niet omdat het om dieren gaat, denk je, het zijn maar dieren, we brengen maar ze bekijken het. Nee, we moeten de dieren gezond voeden. De dieren moeten gezond blijven, zodat de mensen gemotiveerd zijn om de zoo te bezoeken. Want daarvoor zijn mensen hier. Toch? En hoe heeft de overheid kunnen inspelen hierop? Heeft de Paramaribo Zoo een verzoek kunnen doen bij de overheid voor steun? Sinds ik hier ben, weet ik dat er tig keren verzoeken zijn gedaan naar en die regering. Maar ik kan niet precies aangeven wanneer de laatste subsidie de dierentuin heeft bereikt. We doen het zelf, we doen het alleen. En als je als regering niets kan doen voor de zoo, bekijk dan een andere optie. Er zijn zoveel andere mogelijkheden die ik denk dat er moeten zijn. Maar help de zoo. Want als we moeten sluiten, hebben we ook geen inkomsten. En als we geen subsidie krijgen, dan kunnen we ook niks doen. Maar voor zover ik het weet, hebben we tig keren verzoekjes gedaan naar de regering. En sinds het heropenen van de Paramaribo Zoo, na die hele totale lockdown en zo, hoe is de stroom van bezoekers? Niet zo geweldig. Er komen niet vaak mensen. Soms is de dierentuin open en dan heb je niet eens een ziel in de tuin. Toch? Je hebt wel dat mensen bellen. Gelukkig hebben we ons waterpark nu ook.
het waterpark was in principe bestemd om wat geld te genereren om de zoo draaiende te houden, zodat de zoo op eigen benen kan staan. Maar als je een pandemie kreeg en je geen bezoekers kreeg, dan kan je niks. Er is zoveel investering gedaan in het zwembad, dus het moet onderhouden worden. Ja, nu ook, er zijn maar een paar mensen in de zoo, dus de opkomst van de bezoekers is niet zoveel. We weten niet hoe lang dit zo zal blijven, maar ik denk dat mensen nog moeten wennen aan, weet je, we kunnen naar de zoo gaan, of laten we de kinderen een beetje uitbrengen. En dan kunnen mensen misschien wel komen. Dus laat ons hopen dat de komende periode er misschien geen total lockdown meer hoeft te zijn, dat de mensen toch een paar uren in de dierentuin kunnen komen wandelen en naar de dieren komen kijken. En zijn er activiteiten op komst dat de dierentuin binnenkort zal organiseren? Nee, we weten niet wat de toekomst met zich meebrengt. We kunnen niet vooruit zien. Het enige wat we hopen is dat corona ons met rust laat. Ik weet niet als ik het op de juiste manier zeg, want mensen zeggen corona is niet meer weg te denken. Oké, als corona niet meer weg te denken is, moeten we kijken hoe kunnen we activiteiten organiseren met de protocollen vanuit de overheid. Toch? Maar voor nu kunnen we niets plannen. Want als je dingen plant, moet je promotie kunnen maken, je moet goede voorbereidingen treffen, je moet drank hebben, je moet eten hebben. Weet u, dus voor nu hebben we niets op schema wat activiteiten betreft in de dierentuin. Is er nog een oproep dat u wensen doet naar de gemeenschap toe? Ouders, breng de kinderen naar de dierentuin als u de gelegenheid hebt. Het is zonnig, er is genoeg ruimte, het is open lucht. We hebben ons waterpark. Komt u maar gezellig naar de dierentuin. Stay safe. Wij staan hier met mevrouw Nieuwborg. Zij is hoofdverzorging van de dieren. Mevrouw Nieuwborg, hoeveel dieren bevinden zich op dit moment bij de dierentuin? Op dit moment individueel zijn er ongeveer 150 tot 200 dieren. Ja, dus alle onze dieren die eten echt van alles en nog wat heel gevarieerd. Je hebt natuurlijk fruiteters, je hebt vleeseters, dat soort dingen. Met vlees zijn we heel erg voorzichtig waar het vandaan komt. Dus dat kan niet zomaar gedoneerd worden. Maar hebben jullie bijvoorbeeld in de tuin een vruchtenboom, noten bijvoorbeeld, hebben jullie amandelen thuis of palmvruchten? Dat is altijd welkom. Qua fruit kan bijna alles komen. Er zijn altijd wel dieren die dat eten. Qua groenten zijn er wel bepaalde groentesoorten die niet echt gegeten worden. Dat zijn meer de wat bittere groenten, zoals bitawiri, sopropo. Dus daar wordt niet alles van gegeven. Maar u kunt altijd eventjes, mocht u twijfelen, even een belletje naar de Paramaribo Zoo doen. En dan kunnen we u altijd meer vertellen over wat wel en niet kan. Mocht u nou een hele grote partij hebben thuis, dan is het misschien verstandig om eventjes van tevoren te bellen, want het zou zonde zijn als er te veel binnenkomt. Maar over het algemeen, als u dus thuis gewoon één boom heeft, dan zijn de vruchten daarvan altijd welkom.